Diel. En die slaat de bal keurig rechtdoor. Onhoudbaar voor de verdediging van Capelle. Nieuw goede opslag. Schuil. Te zacht. En Diel die de bal weer binnen de lijnen weet te slaan. En daarmee de 7-1 voorsprong op het scorebord zetten. Een ruime voorsprong dus. Capelle probeerde nog wel wat terug te doen. Hier wordt de stand 5-11. Maar het lijkt een mission impossible voor de ploeg van Marco Brouwers. Die nog wel Ace van Putten binnen de lijnen zet. Mike Diel. En die slaat het matchpoint binnen. 14 tegen 7. Justin Sombroek. Slechte paas. En dan mag Joost Kooistraat afmaken. En die slaat inderdaad de laatste bal binnen. 15-7 in de vijfde set. Een 3-2 overwinning dus voor Dynamo. En dat staat ook zo op de uitslagenkaart. Capelle Dynamo 2-3. Expal voor Liekeurig.